ένα έιδετεα πελεία δυο αχιλέος, ουλομνέν, χεμούρια χαιοίς όλγε ειτέκε, πολλάς διφτιμούς ψυχάς αιδί προϊόψεν χέρο όν, αυτούς τε χελόρια τάγε κυνέσεν όιον όισι τε πάση. Ik hou van mijn werk. Ik vind het altijd leuk om te doen. Dus zelfs op momenten dat je eigenlijk oververmoeid bent, dat je bepaalde taken niet meer echt wil, ik kan altijd met plezier naar zo'n Griekse of Romeinse tekst kijken of daar iets over lezen. Het is je leven, een heel belangrijk stuk van mijn leven. Ja, ik denk dat ik een jaar of 10 was toen ik Ben-Hur heb gezien. Daar ging ik naartoe voor mijn verjaardag met een aantal vriendjes. Geloof geen vriendinnetjes, maar vriendjes. En dat was een fantastische film, dus dat was wel een inspirerend moment. Wat geweldig is aan dat vak is de veelzijdigheid ervan. Dat je met al die verschillende domeinen in aanraking komt. Met letterkunde, met taalkunde, oude geschiedenis, antieke wijsbegeerte, klassieke archeologie. Het is heel veelzijdig. Oké, we zijn op 416. Moment dat Achilles of dat Priamus in de tent van Achilles komt en smeekt om het lijk van zijn zoon. Ze dus pak het even op bij dat eerste tekstje. Denk aan uw vader, Vera Achilles. Een man van mijn leeftijd, wie zoals mij niets meer rest van het leven dan het droevige oud zijn. En elke dag hoopt hij u, zijn dierbare zoon, uit Troje terug te zien keren. Erger ben ik eraan toe van de beste en dapperste zonen die ik verwekte in Troje, is niemand, niet één meer in leven. Een stoffig imago, dat vind ik eigenlijk nog steeds verbijsterend. Want loop eens naar een Rijksmuseum van oudheden, loop eens, ga eens naar een theatervoorstelling. Het is vanaf de oudheid zelf een ononderbroken levende traditie. In die Ilias en Odyssee, daar zit alles in waar het om gaat in het leven. Het gaat over vriendschap. Het gaat over reageren op gebrek aan respect, op woede, op je vrienden beschadigen en dan wraak proberen te nemen. En op uiteindelijk, op basis van medemenselijkheid, een oplossing zoeken. Oké, dus dan dus ze hebben een soort band, ze hebben samen geheld en dan is er een overgang naar dat jij ter zake wil komen eigenlijk. Verhevene Achilles, vraag me niet hier te gaan zitten zolang mijn zoon nog onbegraven in uw tent ligt. Dring niet zo aan, oude man. Want ik ben reeds uit mijzelf al van plan om uw zoon, het lichaam van uw zoon, uit te geven. Je kunt aan de hand van teksten uit de oudheid nadenken over de relatie tussen mens en maatschappij. Dus bijvoorbeeld in de Ilias gaat het erom dat mensen zien wat je doet en daarover praten. Dus het respect dat je krijgt van je omgeving. Het is de reden waarom Achilles, die echt een kort lontje heeft, explodeert. Hij voelt zich niet gerespecteerd. Iemand als Socrates, die stelt daarover dat het erom gaat. Dat je weet dat je het goede doet. Daar hoeven andere mensen niet op diezelfde manier over te praten. Dus het zijn twee modellen. En die manier van denken, die zie je nog steeds terug in onze maatschappij. Ga maar. Hij is daar. En stop maar. Als er geen kennis van de klassieke oudheid meer zou zijn, ja, dan ontvalt eigenlijk je connectie met een groot stuk geschiedenis. Je kunt de geschiedenis van de middeleeuwen niet meer goed begrijpen en die van de renaissance. Maar ook niet die van het nationaal socialisme of het fascisme in Italië, die allemaal teruggrepen op betere of minder goede manieren op die wereld van de oudheid. Mijn doel, dus een hogere ambitie, zou zijn dat niet dat vak afkomt. Het is niet zo dat we, als we nog één dingetje uitgezocht hebben, dat we dan klaar zijn en het boek dicht kunnen doen. Het doel is juist om die traditie, die deel uitmaakt van de Europese traditie, levend te houden en door te geven aan een nieuwe generatie, zodat er deze kennis in de maatschappij blijft, maar gebaseerd op echt specialistisch hoogwaardig onderzoek. Dat soort mensen moeten er blijven. En daar wil ik een bijdrage aan leveren. Ik ga hier natuurlijk ook mee door, zolang als ik leef.
Dus totdat mijn hersenen het opgeven. Maar er is geen enkele reden om te stoppen met dit vak. Nooit.